doelman Norbert Alblas heeft zijn contract bij Ajax met 1 jaar verlengd. De 20-jarige keeper maakte begin van het afgelopen seizoen een verdienstelijk debuut in Jong Ajax. Mert vanaf deze kant. En Alblas met een uitstekende redding, zeg. Na een aantal goede wedstrijden scheurde Alblas in december zijn voorste kruisband af. Ondanks zoveel pech dwong Alblas een contractverlenging af dankzij zijn goede start. Het was inderdaad een mooi begin van het seizoen met de wedstrijden die ik kon spelen in de Jupiler League. Was ook goed voor mijn ontwikkeling. Nou ja, dus het is jammer dat het iets eerder eindigde dan ik daadwerkelijk wou. Ja. De club liet al gelijk duidelijk weten dat ze met me verder wouden. Dus dat was ook ondanks mijn blessure was dat natuurlijk fijn om te horen. Geef je me wel een bepaalde rust die je tijdens je blessure hebt. En dan weet je waar je naartoe kan werken. Ja, dat spreekt vertrouwen uit. Dat zeker weten, ja. Dus dat is heel fijn. Dat is denk ik netjes ook naar hem toe. Kruisband gescheurd, ben je er bijna een jaar uit. Dat je van de club de gelegenheid krijgt om, om jezelf weer opnieuw te laten bewijzen. En hij is ook een talentvolle keeper die Jaap Stam graag bij de belofte wou houden. Dus dan is het logisch dat hij een jaar verlenging krijgt. Je bent in januari geopereerd. Hoe ver ben je verwijderd van een röntgen? Nou, in principe hebben we gezegd dat we tot de winterstop keihard gaan werken. En dan zien we hoe ver ik ervoor sta. En dan echt wedstrijden met het team mee spelen. Maar ik hoop wel na de zomer al af en toe een trainingje mee te kunnen doen met het team. Dat is natuurlijk ook wel goed voor mezelf. Maar ik ben nu af en toe al aan het keepen met mijn keeperstrainer. Ga ik twee dagen in de week ga ik dan naar buiten. En dan mag ik steeds iets meer doen, dus dat is ook heel erg leuk. Ik zeg altijd, het is niet het einde van de wereld. Hè? Je moet terugkomen, je moet knokken. Zien hoe mooi voetbal weer is. Dus normaal gesproken moeten de spelers daar beter uitkomen. Voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, wat voor een type doelman ben jij? Ik ben een meer meevoetballende keeper. Die het heel erg leuk vindt om de opbouw te spelen. Af en toe misschien iets te veel, dat hoor je wel eens. Maar op de lijn kan ik ook aardig mijn mannetje staan. Uithaal van Celik en Jahan Baks. Nee, Alblas. Je maakt met Xavier Maus, met Peter Leeuwburg, maak je deel uit van een generatie jonge doelmannen. Jullie moeten uiteindelijk gaan bepalen wie de doelman van de toekomst wordt. Ja, dat klopt. Dat zeg je heel goed. Het is een hoop kwaliteit. Dat merk je ook op de trainingen. Maar dat is alleen maar mooi. We zijn goed met elkaar bevriend. Dus dan is het ook lekker werken. En voor mij is het voorlopig even om mezelf werken. En dan meld ik me daarna weer. Als ik even heel hard mag zijn, er moet er eentje het eerste halen. Zo zou het moeten zijn. Dan hebben de keepers, trainers en mensen het goed gedaan. Wat is de volgende stap voor jou? Nou, nu is het in eerste instantie gewoon fit worden. En zo sterk mogelijk terugkomen na mijn blessure. En dan is het gewoon belangrijk om zoveel mogelijk wedstrijden weer te spelen. Om weer het ritme te krijgen die ik had. En vervolgens uiteindelijk weer een mooi contract verlengen hopelijk.